Goedemorgen, nou ja, het is eigenlijk bijna middag. Kijk hier op de achtergrond. Intens, ik ben namelijk in Nistelrode, dus ik heb echt een rit van een uur en een kwartier erop zitten. Een Amsterdammer die ergens anders een behandeling gaat volgen, dat is altijd een ding. Zeggen ze ook altijd, Amsterdammers gaan nooit uit Amsterdam. Maar ik ben dus naar Nistelrode gereden, naar Intens. Ik maak gewoon even zo, hoppakee, reclame. Want ik krijg een vrij intensieve behandeling. Kijk je mee? Ja, we gaan gelijk gewoon beginnen met filmen hoor, Karin. Nee, maar ik wil er niet op, hè? Nee, maar u stond er ook niet op. Ja, ik heb net gezegd, ik krijg een intensieve behandeling, toch? Ja, zeker. Ja, we gaan ervoor. Ja, kom. Nee, maar het ziet er nu al indrukwekkend uit. Zeg maar zonder de naaltjes. Dat je denkt, oh ja, daar gaan we. Mijn voeten optillen ondertussen. Ja, wat je niet ziet. Goed voor de buikspieren. Goed voor de buikspieren. En dan krijg ik vast wel weer een haarnetje om. Ja, en een handdoekje. En een handdoekje. Wil je zo blijven met je handen erboven zo? Ja, dat is wel handig met filmen. Jongens, we gaan mesotherapie doen. En het is eigenlijk zo. Ik ben natuurlijk niet expert, maar mesotherapie vind ik fantastisch. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat het is intensieve behandeling, zeg maar. Ja, hoe kan ik het nou uitleggen? Karin, help. Nou, de meest intensieve manier om je huid te voeden. Dus wat je doet is niks anders dan op de plek waar je de voedingsstoffen wil hebben, dan laat je ze los. Ja. Oh ja, dat is het misschien wel. Dus we gaan wel met naalden werken en dat soort dingen. En het ziet er allemaal echt indrukwekkend uit, maar het is top. En zelfs als je angst voor naalden hebt, doen. Ja, kijk, je denkt, dit krijg je in je gezicht. Dat krijg je ook in je gezicht, maar wel op een andere manier. Ja, nee, niet met deze spuit. Absoluut niet. Ik zou niet durven. Nee, dat zou wel pittig zijn, hè? Maar wat zit er in die cocktail? 58 ingrediënten, die ik niet alle 58 zo even op kan dreunen. Maar de belangrijkste vind ik altijd het hyaluronzuur wat erin zit. Ja. Cafeïnes, vitamines, mineralen. Het hele, hele plaatje. Spectrum eigenlijk. Dus dat maakt het mooi. En wat zie ik na afloop? Een hele... Ja, glowy skin, want we gaan ook peelen van tevoren. Hè? Dus we zien ook echt dat je huid een hele mooie, gezonde gloed heeft. Het masker met de vitamine C zorgt ervoor dat je ook echt die verfijning ziet. Een heel mooi, vol, egaal resultaat zie je. Oh ja, en dus over 8 weken moet ik weer terug. Ja. Ja, zie je, ze ziet er zo lief uit. Ze ziet er zo lief uit, maar dat... Ondertussen. Maar ondertussen. Nou, die gun is echt indrukwekkend. Ja, nou, het is een heel klein naaltje waar ik daar prikjes mee zet. En dat wordt heel mooi door een compressor gestuurd. Dus iedere keer is het prikje ook even fel, zeg maar. Ja. En dat maakt het ook niet pijnlijk. Dus nee, het is niet pijnlijk. Nee, je voelt het wel, maar het is gewoon echt een... Ja, je raakt een beetje in een bepaalde cadans en dan voelt het echt prima aan te doen. Oh, laat nog één keer dat pistool voor mij zien. Ja. Ja, zo ziet het eruit. Hier zit de vloeistof in. En die loopt eigenlijk door het slangetje en dan gaan prikjes zetten. En daar is het naaltje? Ja, een klein naaltje. Oh ja, die is wel klein. Dat kunnen we aan. En met de geleider ga ik over jouw huid en dan... Niks aan de hand. Niks aan de hand. Kun je hebben. Ja, dat tintelt een beetje. Ja. Jongens, ik krijg een glycolpeeling van tevoren om er eigenlijk voor te zorgen dat de ingrediënten van de meso nog beter worden opgenomen. Ja. En nou... ik vind altijd een peeling klinkt altijd heel eng. Maar er zijn dus verschillende soorten peelings. Ja, heel veel verschillende soorten peeling. En mijn huid is wel vrij rustig op één klein pukkeltje na. Ja, ik zie hem. En er zit er nog wat ellende van altijd. Dat duurt langer. Ja. Als je ouder bent, dan blijven de littekentjes van pukkeltjes langer zichtbaar. Ja, het herstelvermogen van je huid gaat gewoon wat trager als je ouder wordt, helaas. Alles gaat trager. Het duurt wat langer. Ja. Daar kun je niet zoveel aan doen. Maar ik voel het een beetje tintelen. Ja, het wordt ook een klein beetje roze. Maar dat is gewoon wat erbij hoort. Dus dat is prima. Prima. Maar stel nou dat je niet wil peelen, dan kan dat, hè? Je kan het ook zonder peeling. Ja, je kunt alleen meso op zich, dan reinigen we en dan gaan we direct ook op de meso. Dat kan ook. Ja, perfect. We kunnen. Ik wou net zeggen, geen hyaluronzuur verloren laten gaan. Nee. Ik moet wat even door laten, door laten stromen. Ja, maar het ziet er een beetje rood uit, maar het voelt alsof mijn huid echt intens gereinigd is. Ja, dat is hij ook. Ja, het lijkt misschien wel een beetje op de vampire facelift. Ja, nou ja, weet je, het ziet er akeliger uit dan dat het is.
En het is, je wil gewoon weten dat je juist prikt. Want als je geen bloed ziet, dan zit je te ondiep. En dan komt het niet op de juiste plek terecht. Dus we willen wel diep. Het hoeft geen bloedbad te worden, maar wel, we willen wel bloedpuntjes zien. Oké, ik zal proberen te omschrijven wat ik nu voel. Is goed? Niks. Nee, ja, door die compressor krijg je een hele strakke, ja, strakke puls, zeg maar, van de naald. Waardoor je dat heel weinig, ja, naar niet voelt. Nee, het is gewoon een hele mooie behandeling. Dat je inderdaad, je voelt een tikje op je wang alsof iemand er tegenaan duwt. Ja, ja, dat is het. Maar nul pijn. En wat zie ik na afloop? Volume. Fijne lijntjes die heel mooi egaal zijn. Echt een hele, ja, glowy skin krijg je. Dat is echt wel... En het duurt ook echt een paar dagen dat het het mooiste is. Over een dag of twee, drie zie je echt pas het mooiste resultaat van deze techniek. Omdat de ingrediënten dan in de huid ook hun werk aan het doen zijn. En dat is niet direct na de behandeling. En ik vind het dus qua lente, omdat je dus in de winter heeft je huid gewoon, zeg maar, een optater gehad. Ja, absoluut. En nu voed je je huid en maak je hem klaar voor de zomer. Ja. Ja, want zowel in de winter is de huid natuurlijk door centrale verwarming, de koude lucht, is die echt wel wat voedingsstoffen kwijtgeraakt. En je hebt eigenlijk voor de zomer ook wel weer echt een buffertje nodig aan hyaluronzuur om al de warmte op te vangen. Mm-hmm. Dus ja, dan is dit echt de perfecte tijd van het jaar om dit te doen. En je kunt hem in kuur doen? Ja, dan zijn het er 6. In een tijdsbestek van 4 maanden. En je kunt het ook inbouwen in je andere, tussen je andere huidbehandelingen door, zeg maar. Oké, hier krijg ik een beetje tranenogen van. Ja. Ja, dit is net omdat hier gewoon minder weefsel zit, is dat wat venijniger. Maar goed, het voorhoofd is bijna klaar, tenminste één kant. Nou ja. En dat doen we maar 1 keer ook, het voorhoofd. Ik zou zeggen, ga lekker door. Ja, dus we gaan de andere af doen. Ik wil zoveel mogelijk hyaluronzuur in mijn huid. Natuurlijk. En radio... Oh, nee, ik heb nog een vraag. Wat is het verschil met de dermapen? Met dit? Ja. Nou, dit brengt natuurlijk... De vloeistof zit in de naald. Dus de vloeistof komt terecht in de huid. En met een dermapen maak je natuurlijk ook gaatjes. En dan kun je natuurlijk wel, nadat je gaatje hebt gerold, de vloeistof in de huid proberen te masseren. Of met ultrasound gewoon proberen te doen. Maar het komt nooit zo diep als met... ja, met de mesotherapie. En alleen het voordeel van dermapen vind ik dan weer ten opzichte van dit. Als je echt een hele grove huidstructuur hebt, dus echt verfijning zoekt. Ja, dan zou ik kiezen voor een dermapen. Want het doet gewoon meer aan de oppervlakte. Dit doet meer iets in de diepte. Ben jij eerlijk? Ja, ik kan niks anders. Het is, ik denk eerlijkheid duurt langs, ik heb altijd geleerd vroeger. En dat is echt zo. En ieder uit is gewoon anders, dus je moet daar toch, je kunt alleen maar eerlijk doen wat je ziet en wat je denkt dat goed is. Daar hebben mensen het meest aan. Nou, je doet het echt keurig hoor. Zo. En dus nu ligt er nog een soort serum op? Ja. En dat masseer erin? Dat masseren we erin. Daar zet dus die huid mooi open. Dat willen we allemaal zo goed mogelijk in de huid zien te krijgen. Mm-hmm. En dan ga ik dadelijk toch nog een rastertje maken. Ik heb nu van buiten naar binnen gewerkt. Ik ga daar nog van boven naar beneden. Op je wang in ieder geval, dan maak ik het serum op. Dat ga ik eerst aan de andere kant doen. Prima! Je reageert goed. Ik reageer goed. Smurf. Ja. Wat zit erin? Het is een glacial mask, een ijsmasker. En het voelt ook best wel koud op de huid. En het is vooral sterk kalmerend. Dus we gaan kalmeren. En ik heb er gevriesdroogd vitamine C in toegevoegd. Een sterk antioxidant die de vrije radicalen van de mesotherapie eigenlijk gaat vangen en af gaat voeren. Oh. Nou. There we go. Ja, als je op je gezicht zit, is die minder blauw hoor. Dan is die lichtblauw. Is die heel koud? Nee. Wel lekker. Hij tintelt een beetje, maar ja. Dat is vitamine C, denk ik. Ja, ja, ja.
En hoe lang moet die intrekken? Nou, niet zo heel erg lang. Klein 10 minuutjes, denk ik. 8 minuutjes, 10 minuutjes. Gevriesdroogde vitamine C? Ja, dat is eigenlijk gewoon poedervorm. Oh! Als je zelf nog aanmaakt, en dan blijft het gewoon heel stabiel. En wanneer, ik zie dus na 3 dagen een beetje resultaat, ja, echt? Ja, dan ga je echt zien wat hij doet en wat de ingrediënten ook met je huid aan doen zijn. En dadelijk na het masker zie je gewoon echt een heel mooi, beetje een dewy, glowy skin. Sorry jongens, ik zit even naar mezelf te kijken in de camera. Het is zo mooi. Dus als je zeg maar een première hebt, moet je dit 3 dagen voor de première. Ja. Ja. Zie je stipjes op voorhoofd? Ja, een klein beetje daar. Een klein beetje. Zie je dat? Het minimaal. Nou echt. Moet je heel goed kijken hoor. Ik zie alleen maar glans. Ik vind hier vind ik het heel mooi dit. Die, ja. Ja, echt heel mooi. Ik ging... Om te laten zien hoe je naar mij aan het kijken was. Je was echt met zo'n kritisch oog. Zo van, hi. Ja, sorry. Ja, maar maakt niet uit. Ja, nee. Ja, gewoon ziet er gewoon echt heel erg netjes uit. Dank. Ja. Dank. Goed gelukt.